zo weer voor op gaan daar zo. Die bal wat ik op voor je achter naar de wereld erin. Bal hier komt aan die lang man om het zielen daarvan helemaal stijgt. We zoeken dan het kijk om. Verbellen met druk te zetten. Vooral kippen makkelijk won Bella daar die bal op de eigen lijn staan. Het stekend samengevat daar zo, bal wat hier in de achterlijn naast is van Bella Vista. Hij voor en toe beweeg, nummer 13 met die bal lekker diep skop. Aan de kant van Newton's bal wat een beetje verkeerd spring daar zo, lijkt me voor die vleel dan gooi daar zo voor die heel achter van Newton's. Maar die bal weer probeer om te kijken of hij een beetje verder kan. Hij zit, bal wat hier uit te zien, nummer 11 daar van Bella Vista, wat naar voren toe komt Ryan Manuel. Hij is nou in die aanval, die gaan, lijkt me gaan recht uit hier. Hier die bal gaat zo voor die nummer, aangeslaan daar die nummer 12 lekker mee. Of was het 8 en toe? Steeds echt met zijn hand. Hij daalt zo voor de strafschop. Bella Vista hebben nog steeds proberen om voeren te gaan. Op die aanval is op die oomlik. Nummer 2, die kaptein 6, Miller. Die bal uitgeeft daar zo. En Bella Vista lijkt me net een beetje vergeten om die botter van haar handen af te vegen. Want het lijkt mij nou dat hij daar achter geplaatst wordt voor die schaamschakel. Dus hier daar zo van Marco Manus. Maar die bal kan uitgeeft daar zo voor die raafschakel. Stiekem aangegeven die center, binnen center, en dan binnen te schrijven. Stek, lijkt mij eens weer. Lijkt mij eens helemaal weer. Er lijkt mij nog een ding daar van die kant. Van Bella Vista. De skop. Dus nou daar Jared Manus. En dan Newton's players wat voor en toe beweeg. Die bal wat gaan uitkomen aan de kant van Newton's. Newton's het redelijk nog weer aanval is weer hier uit hulle halfgebied uit. En die bal wat voor en toe gegeven wordt daar zo. Scheidsrechter bij het spel redelijk top of aan die kant. Dan die bal wat weer is bij nummer 12. Voorspelers wat in die achterlijn is nummer 5 daar zo Newton. Wat dan gewoon toe gaan op die oude vrijdag. En die bal wat gewacht wordt daar bij Newton's. En die bal wat lijkt mij daar amper in die Bella's kant van die veld was. En voor en toe beweeg. So, nou op die oude vrijdag in Newton. Zet je hulle betek is die nummer 14. Wat geen redactie nodig is hier van Newton's, maar die bal voor het beweegt. Die mannen nummer 2, Bakker wat aansluit. En die mannen wat nog steeds voor het beweegt. Hij is nou zo net buitenkant die 15e. 15 meter merk van Bella Vista. Die spel wat voor het bevat. Weet je wat is tegen die middelveld? Een aanval daar. Hier een van die loskopstukken, Wernie Bacana. Hij vindt dan voor Marines in die middelveld. En Marines vindt daar zijn slot span maakt. Dat is lokale van Grienen. Newton wat heel op die voorvoet is. Hij is letterlijk voor die doelrein van Bella Vista gaan uiteindelijk vandaag de eerste 5 punten aanteken. Dat is door die bezoekers uitgespeeld daar. Marines aan de binnenkant. Hier zijn center Owen Williams. En Owen Williams. Goeie wedstrijd. Hij dokteert zijn achterspeler baie goed zover in die krachtmeting. Speler wat de blitzer kan die bal zijn achterlijn wegstuur. En dat is natuurlijk vinnig en min daar aan die kant van Bella Vista. Dat is nog maar 22 aan die kant van Bella Vista. En dat is nou Clayton Ivies. Wat daar nog niet jou. Alle dat ik hier gecommuniceerd word is ook in de mannen van Bella Vista. Bella Vista is voor nog aan. Mannen zijn aan zich meer dan 11. Stieken aan die Bella Vista. One man Manuel. Wat daar zo wacht voor die loskakel om de skop aan die kant van Newton's. Newton's waar die bal lekker diep skop. Wat vastgevaren haast op die van die mannen lekker mee. Maar hij is zo flitsig. Dus die bal vat. Die skram is wel voor die bal dat gewacht wordt aan die kant van Bella Vista. Dus nou die nieuwe skramskakel waar daar zo komt. Nieuwe loskakel. Waar daar voor het probeer. En dan heftig gevast wordt daar zo. Die nummer 12. Wat gejoind wordt op de vandaag. Die nummer 21 halen. Dat was dan wat hier. En nog een 3 aan die kant van Bella Vista. Dit is nou. Alle record, die statistiek waarbij ze het zover 10 wedstrijden gespeeld, 10 gewen, is niet te versmaaien en wel verdiend is het Bella Vista wat dan jullie wedstrijd definitief gaan deurraak vanmiddag bij de House of Pain. En ik denk aan ondersteuners wat moet samenstellen dat hulle span hulle beste gegeer het en hulle kan gelukkig huis toe gaan en gelukkig gaan slaap vanmiddag met een goede vertoning hier die thuisspan. Bella bij voorvoet, hulle het een loskrim daar. Hij stikken aansluiting gevind daar door Bella. Hij is amper weer op die Newton doelen.